kwamen ervoor. En we hebben natuurlijk alles in ons als provincie, wat een recreatietourisme zo mooi maakt. Wij gaan praten over belangrijke opgaven. Zoals gezegd, dat zijn er 7. En wat kunnen we daar dan mee? Vreselijk leuke opdracht, dus ik had inhoudelijk heel leuk werk. Maar ik merkte echt dat ik geen zuurstof kreeg in mijn hoofd. Waar wij denken dat we gewoon lekker bezig zijn en we starten aan de keukentafel, is het nu best wel wat momentum gaan creëren. Nou, nu komen we bij het spannendste gedeelte. Hè? Wat betekent dat nou voor die mooie provincie Friesland? Als ik aan jullie zou voorleggen, eerlijk antwoord.